Wat zou jij willen toevoegen aan de tentoonstelling? In de tentoonstelling zou ik graag exemplaren zien waarbij modeontwerpers samenwerking hebben gezocht met kunstenaars. De kunstenaar heeft geen eigen collectie, dus we zijn afhankelijk van musea, galerieën en particulieren. Zodra het concept van de tentoonstelling klaar is, dan gaan we aan de slag. En het ultieme exemplaar daarin is voor mij het enkelhoge laarsje dat Manolo Blahnik samen maakte met Damien Hirst. Beroemd zijn multicolored polka dot schilderijen en de print van het laarsje is die polka dot. Ik heb ze helaas niet. Binnen de hele logistieke keten van de tentoonstelling heb je dus te maken met transport eisen van een partij, van een museum. Die kunnen heel streng zijn. Uiteraard de verzekering van de kunstvoorwerpen is een belangrijk onderdeel. We hebben een keer het dak moeten openen in hal 2 hier in de kunsthal voor het plaatsen van een gigantisch kunstwerk. Ja, goed, dat is voor mij een memorabel moment geweest in mijn carrière hier bij de kunsthal. Mijn favoriete stuk uit mijn collectie zijn deze pumps van Vivian Westwood. En ik heb deze schoenen gekocht niet om te dragen, maar omdat ze atypisch in haar collectie zijn. En ze staan op een sokkel in mijn huiskamer. Schoenen zijn voor mij, als je ze niet draagt, een soort van kunstobject. Dat heeft te maken met vorm, met de kleur, maar ook wat ze uitstralen. En de schoenen die ik hier heb, die ik niet draag, daar ben ik gewoon meteen verliefd op geworden. En dan denk je maar één ding, hebben. Ah, de geur van schoenen. Is dat wat? Wat wil jij graag toevoegen? Kies nu op kunsthalmaakmee.nl.